Jammer, jammer. Wat een herrie, wat een drukte, wat een heibel. Kantine verrast erover. Kantine verrast erover. Open hem niet verrast erover. Kantine, een bar is dat. Chantalken verrast erover. Ja, Chantalken hem niet verrast erover. Jij zou beter wat minder met die bar bezig zijn en je wat ernstig op je examen voorbereiden. Oh, maar deze keer zijn ik goed bezig om niet verrast erover. Je gaat dat zien. Deze keer gun ik er heel goed thuis in. Ja, ja. Waar zijn die mannen dan? Of ze dan moet ik toch weer alleen binnen gaan, zeker? Ja, de Vlaamse lieve. Ja. Chantalke, twee koffies en een parfait d'amour, alsjeblieft. Oh nee, Jean, maar bestellen. Ik ben de baas zolang ik nog hier ben. Een zwarte koffie, hè, Chantalke? Ik ga koffie. Gaat u maar zitten, directeur. Ik zal u een koffie wel brengen. Zie, jongen, dat is vriendelijk. Zeg, mannen. Jongen, die zijn de enige met uw voordeel. Jongen stamt uit een schone Vlaamse christelijke familie, hè, jongen. Ah ja, draa broers en een zuster Gilbert. Is dat de die in het klooster is? Nee, maar ze leest wel zondags in Doegmis de pistrofeur, hè. Ja, voor de micro. Ze zit in de showbiz. Ja, met de feestdagen staat ze in het koor ook. Oh, dan is nog wat stem ook. Oh, dat hebben wij allemaal bij ons, hè, directeur. Zo wat stem, ja. Ja, ga ook, jongen. Ja. Rosa Fernas Caritatis Lilium Virginitatis Stella Fulgens Maria. Wanneer doen we het nu, Chantalke? Dit is een uitleg over de volkomen tijd natuurlijk. Ja, maar dat is per se die je net opgebeld, merci, Fanny. Per se die je net opgebeld voor te zeggen dat er mijn weekje niet zal komen, hè. Ja, die ziet dat over snoeren in de misère, hè. En dan moet die kleine terug naar Parijs doen ook, hè. Ja, wel, zei directeur, daar heb ik zo mijn eigen gedacht over. Ja, wel, jongen. Ja, een mens, hè, die dat nog in heel zijn lijvige kindheid grootgebracht, die moet dat niet aanbeginnen ten eerste op zijn 40 jaar. Ten tweede, met een cadet van 6 jaar in volle puberteit. En ten derde, mijn moeder gelijk als madame Angèle, al wil ik daar geen kwaad van zeggen. En ten vierde, jongen. Met een vierde, Gilbert. Ah, wel ten vierde, hè, met je kind van een vreemde taalrol. En ten vijfde, hè, niet met je kind dat nooit het onderscheid heeft leren maken tussen goed en kwaad. Dat heb ik ook nooit geleerd. Spijtig. Oh, hallo, dag allemaal. Dag, Gilbert. Mireille, je merkt eens, ze voelt er genezen nooit. Hè? Ja, dat zal toch maar een kleine operatie geweest zijn. Goeie dokters aan de kust, specialisten. Dag, jommeke. Het leven kan toch schoon zijn, mannen. Dag, allemaal. Ik raak roem hier en dan mag je zin lukt tegen de hoogte. Dag, Jean. Dag, juffrouw. Dag. Ik trakteer wat drinkt iedereen. Oh. Nee, je vliegen gewoon niet op, hè. Het is dan 8:45. Eer dat iedereen bestelde, is 9:30. Eer dat iedereen zei, nee, is het 8:30. En om 8:30 stipt, sluit ik mijn deuren. Nee, je moet niet overringen. Ja, mannetjes, ja, om 8:30 stipt. Iedereen als een bureau, hè? Als ik erover een vraag mag stellen, waarom als de heren nu toch hun koffie drinken van 8:00 tot 8:30, waarom als de heren toch maar om 8:30 aan hun bureau zitten, waarom drinken de heren dan hun koffie thuis niet en komen ze werken tegen 8:30? Oh, zeer juist. Ja, en waarom als de heren nu toch hun gazet gaan lezen tot 9:00, waarom lezen de heren hun gazet thuis niet en komen ze werken tegen 9:00? Ja, en als de heren dan thuis nog eens eerst op hun toilet gingen, hè? Ja, maar dan wordt het wel 9:30. Ja, en als ze dan al in discussies hun roddel en hun vertelseltjes ook nog eens thuis zouden willen doen, dan kunnen dieren niet eens na de middag komen. Voilà. Dan is dat niet toch geen bureau leven meer? Nee, dat is hier juist, jongen. Allee, alleen maar komen werken en we hier niet meer mogen klappen. Nee, dat trekt op niks. Mannetjes, om 8:30 stipt iedereen aan het werk, hè. En de gazetten die worden gelezen tijdens de middagpauze, hè. Directeur, man. Van 12:00 tot 1:00, hè. Voilà. Hallo, Germain? Ja, het zijn de kiek, hè. Weet er nog niks? Waarover vragen ze? Over Theo natuurlijk. Hij heeft nog niet gebeld. Nee, luister, Assen moest bellen. Nee, ga moet niet naar hier bellen. Op onze telefoon zit dat niet goed, interessant. En ik zal kijk wel van hier wat bellen. Dat kost niks. Ja, salut, hè. Allee, dat kost maar niks, hè. Mm-hmm. Kom hier. Nou wel? Vraag het nou niet? Wat?
Wat komt dat in, Matteo? Nee, ik vraag het je niet. Je zegt het me zelfs toch zonder dat ik het vraag. Ja, natuurlijk dat ik het zal zeggen. Want als ik het niet zeg, dan zal Bacon er wel voor zorgen dat het rondgebazongend wordt. Ja. Want hij is toch altijd rapper en beter op de hoogte dan ik. Mm-hmm. Je weet dat Theo in juli gezakt is op de universiteit, hè? Ja, ja. Pas op, niet op alle vakken, hè? Nee, nee. Mm-hmm. Wel, het is het weer de citaat, hè? En is het weer mis? Oh, 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 dat er me dan niet ondaan doet, hè? Of ik breek hem met les te bieden uit zijn lijf, hè? Daar kan hij van doodgaan. Ja, dat is juist. En je hebt er maar één. Ja. Ik zie hem hier af met die nieren en sommige andere mensen met vijf. En daarvan ben je zo nerveus. Oh, ja, Mireille, ik ben nerveus. Het is vandaag de liberatie, hè. Ik dacht dat iets veel erger was. Ja, erger? Nou ja, dat hij ziek was of zo, observatie in de kliniek. Ziek, ziek, ziek is die niet. Wel te gezond is die, ja. Oh god, er is les te niks. En wel, Bacon, weet je nog niks? Nee, directeur, nee, nog geen teken van leven. Tjoe toch, het is al 11 uur. Ja. Als alles goed gegaan is, gaat hij daar natuurlijk eerst een goede pint op drinken. Ja, en van één komen er twee. En dan vergeet hij zijn vader het blijde nieuws te melden. Voilà. Ja, zeg mannetjes, als ik al dus moet geloven, dan zou het feit dat ik geen telefoon krijg gewoon niets betekenen, zeker. Nee. Ik zing hem goed in staat, moest hem eventueel gezakt zijn van er ook nog eerst een pint te gaan op drinken. En meer dan één ook. Om zijn verdriet te verdrinken. Verdriet, Bacon? Ja. Dat kent hem niet. Dat heeft hij nog nooit niet gehad. Zelfs het verdriet dat hem zijn vader ontdaan toe kent hem niet. Ik geloof, als gij het voor mij weet, dan is het goed nieuws. En als ik het voor u weet, dan... Luister, Bacon. Als ze moest verschijnen met zijn steer tussen zijn benen, laat hem er niet van onderuit mozen, zonder dat ik hem gezien heb, hè. Compris. Ik heb hier nog dat dossier over dat koninklijk besluit. Nee, niet meer, godsnaam. Ik heb andere dingen onder de kop. Dan kan je niet gaan wachten. Maar de directeur-generaal... Die ook. De minister zit erop te wachten. Nee, godsnaam. Mijn kop stot er niet in. Hè. Wanneer zal je kop er wel naar staan? Hij zult er wel aan mijn gezicht zien. Ah, hier, zie jongen. Dat zijn de vragen van het examen van het jaar 62, zeg. Toen ik examen gedaan. Ah, met voilà. Prestige, ja. Dankjewel. Ze pakken de vragen van de voorgaande jaren terug, hè. Je kunt dat schoon voorbereiden. Ah ja, ja, maar dan hebben we die van 70 van Klerk al, van 72 van Klerk, van 73 van correspondent en van 76 van opsteller. En dan nog die van adjunct correspondent. Ja, maar dat zal me verrotellen, Pascha. Ja, merci, jong. Dank u wel. Zeg, maar tegen Bacon niet zeggen, hè. Nee. Want die doen ook niet aan het examen. Nee. Ja, maar dat zal nog een gevaarlijke concurrent worden zijn met zijn Frans dat hem kent. Oh, Frans is toch geen verplicht pak, jongen. Ja. Zeg, jongen, de poep is in mijn briefkaniteur. Oh, excuseer. Ja. Nee, Jean, maar die dat hun taalexamen doen, hè. Die krijgen voorsprong, hè. Ja, en dan zit ik daarbij met mijn gebakken pijn. Nee, jong, ik moet dat doen, hè. Zeg, ben ik zelfs van zin van mijn Duts nog ook mee af te werken. Ja. Heren, mijn tijd. Ja, dat is zeker dan, meneer. Oh, jongen, ga helder staan kletsen. Excuseer me nu, verrast. Zorg maar dat je Nederlands perfect doet, dat zal al wel volstaan. Verrast erover, we zitten hier nog altijd op een nationaal ministerie. Dat is hier nog altijd niet gewestelijk. Ja, en dat gaat nog altijd over de twee rassen. Ja, draai zelfs, want er zijn er nog enkele die dat Duits spreken ook. Hè? Nee, moet ik dat doen? Allee, hoe wilde gaan dat toch anders dat ik verrast kom? Ah, je wilt nog hoger dan klerk. Dat is zeker dat, hè. Iets op tegen misschien? Binnen afzienbare tijd, hè, jongen. Moet je op onze ministeries geen Vlaams of geen Frans meer kennen, maar Chinees. Ja. Oh, hij is dat weer. Ze zijn op komst. De vlinden van het gele gevaar. Oh, super. Lidkaart hebben we verrast dan over. Oh, ik wil er een. Schijnt dat je dan voor niks mocht eten in de Chinese restaurants? Ja. Jongen, je hebt gelijk dat de mede dat het examen is. Ah, dat zeker, weet ik, want dat werk dat van hier dat doe, al kan ik beter als hem. Oh. Ja, en het werk dat Jean hier doet als opsteller, hè, dat kan ik even doen. Ja, en ik zal er nog meer zeggen. Het werk dat verrassen over doet, dat kan ik ook. Ja, dat is juist, dat is zeker. Zie ik al 10 jaar wat dat ze doen, kan ik dat even goed. Wat is voor mij hetzelfde en wat die secretaresse daar moet doen? Dat kan ik ook, even goed. Ze moest zij niet denken. Allee, het enige wat ze heeft is een dure flesje parfum en een chicere coiffeur. Oh, pas op, Duitser. Huh? Ons onderbreeloofd wordt zenuwachtig. Hij moet zijn handtekening zetten. Oh, la la. Tjie toch. Is er iets, directeur? Ja, maar ik weet niet meer wat. Ah, uw pen ergens laten liggen, zeker? Wel lange niet. Een inlichting die ik misschien kan geven? Nee, ga zeker niet van die. Moet ik een sigaren gaan kopen misschien? Nee, Betty, die heb ik nog. Of zie je dat niet soms? Kan ik u niet helpen, directeur? Nee, jongen, merci. Merci, bedankt. Mireille, dat is het hier. Duwen, directeur, duwen. Wat? Stompen. Zit die met zenuwen? Vandaag de uitslag van zijn en Theo. Tweede zittijd, hè. Ik hoop dat hij zijn punten gehaald heeft.
Ja. Is hij er? Ja, 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 ja. Met zijn bril en zijn baard en zijn sigaar en zijn tjuta. Ja, en het leste bien in mijn lijf dat ons zal breken. Het is dus Noppes? Noppes, die leert een buis. Maar op één vak, hè. Moet ik het hem gaan zeggen? Is dat? Nee, nee, dat zal ik wel doen later. Ja. Maar als jij en de anderen een beetje zou willen voorbereiden, zonder de waarheid te zeggen natuurlijk. Ja, hij mag niet weten dat wij het weten. Ja, ja, en een beetje vertrouwd maken met de gedachte dat... Hem kalmeren. Nou. Ja, maar het is een zware opdracht, hè, man. Ja, 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 en vergeet niet mee op de hoogte te houden, hè. Nee. Tegen de tijd dat hij alle hoop heeft opgegeven. Enfin, dat hij het weet en toch niet weet. En toch zo goed als zeker is dat... Straffe stuk, denk ik. Het jaar achter de rug. Proficiat, ja. Proficiat, hè. Heel lang geduurd. God, je zit er weer niet uit. Maar daar zal papaken niet goed van zijn, ze. Ja. Wat was dat vak? Ja. Psychologie. Ah, ja, 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 dat kan ik geloven. En anatomie? Oh, ik dacht dat... Twee. Oh, gemakkelijk vak, allee. Gaat maar moeten meenemen, hè. Ik weet die pezen en hun honichtingspunten nog allemaal op te noemen, hè. Oh, ik heb dat bestudeerd, hè. In mijn encyclopedie met mijn artritisme, hè. Ja, ja. Ik had die geleerde professor ze nog alle lesken kunnen geven, hè. Allee, ik moet er toch naartoe. Ik zal het hem dan maar aan gaan zeggen, ja. Hey, wilde hem doodvallen? Huh? Zijn hart, de laatste tijd. Ja, zeg maar, dan zou hem toch wat minder koffie moeten drinken, zeg. Ja, ja, en een beetje minder roken. Ja, dat heb ik hem ook al gezegd, maar... Voor de gevaarlijke leeftijd, ja, hè. Ja, ja. Hallo, Bas-Confort, 4e étage. Arabel. Ja, ja, ja. Een aspirineke voor uw kop, hein? Een straffe koffie van buiten duren. En een paar papieren zakdoekjes voor het zweet in uw handen. Is dat alles, directeur? Ja. Hallo. Ja. Ah, dag Hugo. Ja, dat zijn niet allemaal gemakkelijke vraagstukjes. Ja. Dat lost zelfs met een Adelbert op, hè, op de daad van een bliksem. Ah, Adelbert. Jongen, dat is niet al weken geleden dat we daar nog iets van gehoord hebben. Ik dacht al dat hij verdwenen was. Ja, uit circulatie genomen, wegens montagefouten. Ja, gebruik van drugs en opgesloten. Oh, hè. Zo zijn wij bezig. Mijn Adelbert die door juist geteld binnen 6 maanden zijn plechtige heilige communie. Yep, we hangen er weer aan voor een cadeau. Allee, Ees, wat een stoem vraagstuk. Allee, hoort dan een keer, mannen. Ees. Een wijnhandelaar, goed gehoord, hè? Een wijnhandelaar verkoopt 2/3 van zijn voorraad flessen. Hè? Wijn natuurlijk, hè? Maar dat staat er al niet bij. Hè? Daarna verkoopt hij 3/4 van de overblijvende flessen. En dan nog eens 12 flessen. Daarmee is zijn voorraad op. Hoeveel flessen heeft hij in het geheel verkocht? 12 dozijn. Heb ik het niet over de noodslag, volgens mij. Je moet het onverstandig te beantwoorden antwoorden dat dat niet kan. Ten eerste, een wijnhandelaar die op een zeker moment maar 12 flessen in voorraad heeft, dat is geen wijnhandelaar. Dat is zelfs geen kleine winkelier. En ten tweede, een wijnhandelaar die niet onmiddellijk zijn voorraad opvult als ze maar nog zo weinig heeft, dat is ook al heel onlogisch. Voor mij is dat hier een strikvraag. Ik zou je toch de raad geven, hè, jongen, het vraagstuk op te lossen. Nog zal ik dat oplossen, meneer Verrastenhoven, maar ik zal er voor alle zekerheid mijn eigen interpretatie aan toevoegen. Zeg, jongen, maar speelt je nu met ons voeten? Maar nee, Jean, maar eerst en ik meen ik dat ze eerst. Hier is nog zoiets. Een bediende spaart in de maand januari 2/5 van zijn wedden. Allee, dat is nou toch nog ook heel onlogisch, hè. 2/5 in de maand januari, hè. Met een tv-tax, de notto-tax, de fietsplaten, de lidkaten, de nieuwjaarskorstje. Ik zou de bediende eens willen kennen die in de maand januari 2/5 van zijn wedden overhoudt, hè. Jongen, dat is toch maar een gewone hypothese. Ja, maar dan is dat een verkeerde hypothese, meneer Verrastenhoven. Bij mij, hè, komt er in het jaar geen moment dat ik 2/5 van mijn wedden kan overhouden. Weet je al hoeveel dat is, 2/5, als je per maand 20.155 frank verdient? 8.102 frank. Oh. Ah, wel ja. Ja, dat is juist. Dat is juist. Maar als ik dan naar elke munt had overgehouden, weet je al dan dat ik al miljonair had geweest? Wat zeg ik? Multimiljonair? 1.166.688 frank. Ja, dat is juist, Gilbert. Dat kwam een Adelbert ook uit. Ja, en dan spreek ik nog niet van de interest, hè. Allee, zie je nou wat een onlogisch vraagstuk dat is. Zo'n vraagstukken, hè. Alweer, dat zijn slagen in het gezicht van een bediende. Ik kan u beloven, hè, jongen, dat het voor dit examen allemaal zeer logische vraagstukken zullen zijn. Hé, zit jij misschien in de examencommissie, Verrastenhoven? Ja, jij schijnt er toch iets meer van te weten. Nee, ik weet niets. Ja, dat zou natuurlijk een hele stap vooruit kunnen zijn, natuurlijk, eventueel. Als je maar niet denkt, hè, jongen, dat... Allee, en lees nou eens wat je zoal geschreven hebt, hè. Ja.
Gezien mijn hoge leeftijd kan ik mij niet toestaan... Dat is geen Nederlands. Ja, ik heb dan ook gedicteerd, verrassen over kan ik me niet permitteren. Maar Jean-Dor zei dat dat Frans vloms is. Ja. Super. Ja. Kan ik mij niet toestaan van mijn dienst een half uur voor officieel te beginnen? Officieel wat? Officieel hoe? Gemoeid er niet, verrassen over, ze zullen dat er wel verstaan. Gezien daarbij nog... Daarboven. Dat gollen hier niet allemaal neergeslagen depressief. Wordt van mijn zoenen minste moeten varen. Geef dat monstervolk hemels maar aan mij. Ik zal het voor u in perfect Nederlands vertalen. Ah, nee, nee, verraste no. Want er staan verder nog dingen in waar dat je je neus netjes niet moet insteken, hè. Voilà. Pas op, hij komt. Je bent op de hoogte. Voilà, voilà. Jean. Ja. 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 Jongen. Hoe is het? Staat er veel voor het examen? Ja, goed, 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 directeur. Ik heb gisteravond af van de Brugse Metten nog opgefrist voor het examen van aardrijkskunde. Wat vals is, slaat door. Ja. Dat is geschiedenis, hè, jongen. Dat is geen aardrijkskunde. Nou ja, maar pas op, Betteke. Als ze nu een keer vragen, de Brugse Metten, wat is dat en in welke provincie ligt dat? Ah, helaas. Kom weer. Als we hem niet gaan helpen, gaat hij er nooit door geraken. Ja, en hier is geen herkansing. Ja, geen een tweede zittijd bedoeld. Ja. Ja, maar die dat in een eerste zit op alle punten niet halen, die gaan dat ook in een tweede zittijd moeten doen. Ja. Allee, dat denk ik, hè, mannen. Toch, weet ik niet, zo'n jongen, door. Geluk! Er is altijd een dosis geluk mee gemoeid. Als je dat niet hebt... Maar zo'n tweede zittijd, hè, kun je dat dan niet omkopen? Het is misschien een stomme vraag, hè? Ja, dat is een stomme vraag, ja. Maar zo was er nog een kans geweest, natuurlijk, hè. Hoeveel zijn er tegenwoordig niet die hun eerste jaar opnieuw moeten doen? Ja, dat komt omdat iedereen al naar de universiteit wil gaan. Ook die dat er tussen doen voor zijn verjogerstudies. Ze hebben hun percenten. 200 op 600 mogen er door en geen man meer. Ja, en die dat er nu juist buiten valt. Of juist met een moeilijk vak zit. Ja. Anatomie. Nee, als ik ooit verneem dat gewoon op de hoogte wordt verwerkt. Ik op de hoogte was, maar dan zullen er niet goed van zijn. Dat weten we van niet. Oh nee, je weet geen van niks. Maar houd dan uw mond. Hij spreekt over iets anders. Ja, maar Adelbert die vroeg het me gisteren nog. Hè. Papa zei er, waarom moet ik nou toch blijven studeren? Als ik afgestudeerd ben, dan moet ik toch gaan doppen. Ja. Of camionneur gaan spelen, hè? Ja, wij hebben een vriend, hè, van de hogerstaande apotheker. En wel, de zoon daar is advocaat. Zonder zaken, hè. Die rijdt een camion, ja. Iedere dag met zijn tientonner. Enfin, met zo'n zware camion over die een dode weg in de Balkan ging erachter. Ja, maar die jongen die leeft nog. Maar heb je het percent al eens gelezen van de studenten die zelfmoord plegen? Omdat ze niet onder de ogen van hun vader durven komen met een slechte uitslag? Omdat die vader bekwaam is van hen voor hun leven lang ongelukkig te slaan? God, ik denk dat toch niet dat ik zo'n bullenbak zou zijn, dat ik zoiets zou doen, zeker, hè? En erbij. Wie zei er dat hem geboosd is? De kaas zit erin, hè. Oh. Als hij het nu nog niet weet. Ja, ik vind toch dat iemand het hem moet zeggen. Met tact. Dat zou ik wel eens met plezier gaan doen. Draadagen is nog geen eeuwigheid, de directeur. Ik zou me nog niet ongerust maken. Ik mag hier me niet ongerust, jongen. Zo'n Germain, hè, die slopt er s'nachts niet van. Ja, en dan houdt ze maar ook wakker, natuurlijk, hè. Ja, dat zou toch wel eens kunnen telefoneren, hè. De zin om de zuurste, dat heb ik nou toch dikwijls vuisten. Allee, wie is er nou toch op dat gedacht gekomen van in ventenbroeken vrouwvertieren te gaan te placeren? Ja, en een broek met knoppen, dat vinden niet meer. Je mag die stad afzoeken. Zeg, ik maar eens wist waar... Maar nergens. Waar dat ik hem kan vinden, wil ik zeggen. Oh, op appartement anders hier zeker? Belangen niet, dat is verhuurd. En op mijn studio zit ook volk. Oh, maar volgens mij gebruikt de jongen een tactiek. Hè? Lang genoeg wegblaven, hè, tot hem zeker is dat je was het afgekoeld. Ja, en afgekoeld, zeg. Nou wel? Wou ik weer die een bak naar van lopen? Oh, ik kan mijn handen niet wassen onder een straal, directeur. Oh. Ook een beetje een verspillerke ga, hè? Ja. Zeg, directeur, maar als je nou een kind hebt, dan liever een goede steel beoefent. Oh, ja, dat fabeltje, dat ken ik, jongen. En die loodgeter die meer verdient als die een dokter, hè. Maar dat is een mythe, jongen. Bah, moet het nou wat minder zijn? Maar een dokter die is ook nooit niet gerust, hè. Die moet dag en nacht klaarstaan. Ja, en een loodgeter niet zeker.
Een bos van de waterleiding, hè. Die kan even goed s'nachts springen als naar die ziet. Dat weet ik. Hé, kom maar! Juist toch! Het is toch je zicht, hè, Docs? Ja, maar het is zo verwateren, directeur. Ja, maar Docs, zo verwateren kan ik dan straks naar de bestuursvergadering gaan. Oh, excuseer, directeur, maar ik zal nooit niet meer doen, maar je bent toch niet kwaad, directeur? Nee, nee, ik ben niet kwaad. Je mama Roos en haar hebben Theo al afgewerkt. Oh, zeg, maar daar heb ik zo mijn gedachten gangen over. Oh, dat zou wel. Ja, directeur, ouders, hè, die zijn er om hun kinderen gelukkig te maken. Oh. Geluk in het leven telt meer als een groot diploma. De ouders die mogen van hun kinderen maar verwachten wat hun kinderen zelf van het leven verwachten. Hun geluk, dat zoeken ze zelf. En in de mate van hun mogelijkheden. En de ouders die moeten tegen hun kinderen een vriendelijk gezicht opzetten en ermee klappen en hullen niet afjakkeren. Ja, excuseer, directeur, dat ik daar zo over deur klap. Zeg, jongen, ik ga nog eens iets vertellen, hè. Ah, mijn Adelbert, hè. Ja. Daar verwacht je ook veel van later, hè. Ja. Als je naar mij is hetzelfde chauffeur hebben als ik met Theo. Gaan ze dan ook nog zo spreken? Ja, van mijn Adelbert, dat verwacht ik veel van. Ja, dat geef ik toe. Moeilijk, hè, jongen? Ja, directeur, het is moeilijk. En dan moet je eens wisten waar ik hem kon vinden, hè. Hai, als er iemand is die hem kan vinden, die ken ik. Oh ja? Ja, Bertie. Oh, nee, hè. Ja, maar het is maar suggereringen, directeur. Oh, nee, die zeker niet, hè. Ja, het is toch de enige dat aan een huis vrij? Ja, meer dan een huis ook als je het maar vraagt. En daarvoor kan ik even mijn broek uittrekken. Bij madame Marabel. Excuseer. Dat is niks. Mijn dagelijks werk, wat bezorgt me dat? Koppijn. Vreugde of verveling. Wat is dat? Een proeven van het opstel van jonge Docs. Mij ter verbetering overhandigd. Luister. Nee, juffrouw Puys, fair play. Ja, juffrouw Puys, Lisa. Wanneer men mij de vraag stelt over wat zoal mijn dagelijks... Zeg, nou, ik onze directeur zijn broeken had gekletst. Ja. Madame Marabel is aan het roegen. Zeg, jonge Mireille spreekt met veel lof over uw opstel. Hadden we dat al van goed, ja? Ze heeft haar mond weer niet kunnen houden, lijkt altijd. Zeg. Oh, maar als het goed is, dan mag dat gezuiveren, weet ik het. Wil ik het net al niet voorlezen? Ja, nee, jonge. Jammer, niet verrassen over dat deur, wat 2 minuten. Ik raad het u ten stelligste af, jonge. Ah, ik had anders eens graag uw kritiek ook goed. Oh, nee, jonge, als lid van de examencommissie mag ik niet zeggen, dan ga ik liever buiten. Trouwens, ik moet meneer Tienpont nog even. Allee, wil de gellen niet eens horen? Ja, ja, jonge, ja, ja. Wanneer men mij de vraag stelt over wat zojuist mijn dagelijks werk mij bezorgt, dan vang ik aan met niet zomaar onnadenkelijk te beantwoorden. Eerst en vooral kijk ik diep in mijn hart om er de waarheid en niets dan de waarheid uit te laten opborrelen. Dat is goed gevonden, hè? Dat van niets dan de waarheid. Hè? Dat is verindruk te maken op de jury. Hè? Van het opborrelen vind ik anders ook. Ah ja, dat is poëzie, gezellig. Hè? Hoe krinkelende, winkelende waarheidsding. Kunnen gellen het beter, ja? Lees het voort, jongen. Dank u. Mag ik met uw goedkeuring een klare onderverdeling maken? Ten eerste ons gebouw. Ten tweede, mijn bezigheid. En ten tertio, dat is ten derde, hè, de collega's. Ah, dat willen we horen. Sla de rest maar over, kom. Overslagen? Ja, 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 kom, kom. Ja, ja, maar dat is ook het beste wat dat erin staat, hè, de collega's, ja. De collega's die ik met u goed vinden, dat is dan de jury, hè, u, de jury, ja. Hè, die ik met u goed vinden, verder in dit opstel de makkers zal betitelen, en de dames met girlfriends, dat is om te laten vullen, dat ik mijn Engels ook zo wat baas ben, hè. Begeleiden mij bij mijn zware dagtaak met hun geestigheden en hun pittige anekdoten. Oh, zware dagtaak. Om de dames voor te laten gaan, mijn girlfriend Betty vertrouwt mij haar levensgeheimen toe. Natuurlijk niet tijdens de werkuren. Ja, je moet een beetje opletten wat dat je neerschrijft. En mijn girlfriend juffrouw Puys brengt veel eerbied op voor mijn lagere positie die ik bekleed. Van makker Gilbert, van hem zou ik veel kunnen onthullen. Wat ik niet zou doen vanwege het gevaar van de staatsveiligheid. En van mijn makker Jean, daar heb ik soms last van wegens zijn opvliegendheid. Maar ik vergeef hem veel omwille van zijn gehandicapt kind thuis. Maar zeg, dat is geen opstel, jongen, dat is een lastercampagne. Zeg eens, kom aan, hè. En over mij, jongen. Over u, makker? Ja. Maar over u heb ik niks, Hilaire. Ah nee, voor mij zag je toch niks te maken hebt met mijn bediening hier op het bureau, hè? Ah, goed, Docs, goed. Een paar woordjes over de gangwachten kunnen er niet af. Goed, Docs, goed. Je mag me dat niet kwalijk nemen, man. Nee. Ik heb ook veel liever dat ik niet vernoemd word in zo'n primitief opstelletje, waar je van mij nog geen 2 punten krijgt op de teen. Dat is juist omdat mijn jaloers is, omdat je zoiets niet op dat pen krijgt. Vlaamse primitief. Zijn is er nog op zijn tientjes getrapt ook, hè? Trekt op niks, geen 2 punten op de teen. Op de teen? Dat weet nog geen eens dat er 140 punten op steun. Oh. Dat je dat niet juist aan mij vraagt, directeur. Geloof me, Betty, je zit de laatste aan wie ik het zou vragen. Dan moet het al heel erg zijn. Ja, ik ben ongerust. Ik nu. Wat is nu 4 dagen? Ja, Theo is uw zoon niet, hè, Betty. En hij doet het. Waar moet ik die onnozeler nu gaan zoeken? Ja, in een van zoveel schuilplaatsen, hè.
Die zullen je toch wel kennen, zeker? Waarom zou je die moeten kennen? Van in een tijd en een tijd met hem te doen gehad, hè? Ik heb nooit met hem te doen gehad. Was toch iets, hè, Betty? Niet te doen. Oh, Theo is toch niet achterlijk, hè? Kom nou. Wel, toch niet veel minder op dat gebied. Hij heet naar zijn broeder. Ja. Hij regelt hem zeker. Als jij mijn vriendschap zult ontvangen. Mijn vriendschap dan nog? Ja. Vroeg me nou even dat uw vader zou reageren als je 4 dagen moest wegblijven. Oh, maar dat zou voor een heel andere reden zijn. Ik ben nooit gebuist in mijn examen. Nou, altijd een boete, Betty. Dat heeft er niks mee te maken. En hij doet het. Ik zal mijn best doen. Goed. Zie, wacht, ik zal wel geld meegeven, hè? Waarom zou ik geld nodig hebben? We zullen toch in alle cafés of bars moeten gaan zoeken, hè? Dat weet ik nog niet. Maar uw geld heb ik niet nodig. Maar wacht eens even, Betty. Wacht eens even. Zult jij in heel wat betere etablissementen moeten gaan als dat je van een wagen gewoon ze desk wilt vinden? Dat weet ik zo nog niet. Dat zou eerder andersom zijn. Dat studentenmilieu, ik zeg maar dat, ja. Hè? Luister, als je moed vindt, hè, zult er goed ervaren. Ik zal eens langs het Palieterke gaan. Ja. Morgenavond. Ja. Nee, Betty, nee. Niet morgen, nu. Onmiddellijk erop af. Als er iets te typen valt, dan zal Mireille dat wel doen. Nu? Cosé. Dat komt klaar. Ja, zeg Betty. Merci. Dat ziet toch. Salut, mannekes. Oh. Ja, maar... Inzakens mee. Meneer Vrastenhoven. Ja, jongen. Meneer Vrastenhoven, mag ik alsjeblieft eens corrupt zijn? Corrupt? Tegenover u. Corrupt, weet je wel wat dat betekent, jongen? Ja, de pester en Fanny zeggen dat ik corrupt zou zijn als ik het zou durven doen. Die twee, ze hebben je weer wat op de mouw gespeld. Ja, ze zeggen dat ik corrupt zou zijn, maar jij nog meer als ik. Wel, wees dan eens corrupt, dat wil ik dan wel eens zien. Meneer Vrastenhoven zou ik alsjeblieft de vragen in het geheim van het examen op voorhand mogen hebben, alsjeblieft. Ja, maar dat is corruptie. Ja, maar meneer Vrastenhoven, als het nu niet uitkomt, is het dan ook corruptie? Dan is het juist corruptie. Dus als het uitkomt dat jij me in het geheim die vragen geeft, dan is het geen corruptie? Dan is het ook corruptie. Dan is het misbruik van vertrouwen, valsheid in geschriften, zwendelen, al afgedankt worden ook. Ja, dan is het toch beter dat het niet uitkomt. Hè? Het zal niet kunnen uitkomen. Ah ja, maar dat heb ik ook gezegd, meneer Vrastenhoven. Dat kan niet uitkomen, hè? Want ik gun daar zeker met niemand niet over spreken. Hè? Ook niet met Van Ien de Pester en zeker niet met andere kandidaten. Je zal het nooit kunnen zeggen, jongen. Ah ja, maar dat heb ik ook gezegd. Nooit zal ik dat kunnen zeggen. Je verstaat me niet, jongen. Ik zal u die vragen nooit geven. Oh ja, maar dat Jean de Pester ook gezegd. Meneer Vrastenhoven zei, gaat u die vragen nooit niet geven. Hè? Maar ik heb gezegd, meneer Vrastenhoven, dat jij me die vragen wel zult geven. Omdat jij goed karakter hebt en iets over hebt voor uw collega's. Ik geef ze niet. En als je niet wil dat ik boos word, maar dan is echt boos, dan ga je dadelijk aan het werk en dan laat je vanmiddag niet meer horen. Het is schandelijk. Heeft die jongen weer gevloekt, Vrastenhoven? Erger nog, hij heeft me benaderd. Oei, benaderd. Maar wil ik moet die vragen van dat examen niet meer hebben, hè? Ik zal er zo wel door geraken, hè? En nog wel mijn onderscheiding. In godsnaam, madame Arabel. We moeten nou ook niet romantisch gaan overdoen, hè? Maar ik doe niet romantisch. Je wil gewoon even dingen toch ook mensen leren kennen, zeker, hè? Ja, maar het pakt me toch zijn als ik rond denk dat ik niet meer alle dagen zal zien nadat ik overgeplet ben. Zo precies dat we liaison hebben gehad? Oei, zeg, liaison. Die sloepers door zitten toch niet te loeren, zeker, hè? Maar hangen niet zozeer aan het werk. Allee, aan het werk, gelijk altijd, hè? Alsjeblieft, en Marabella, doe ik mij snuffelen. Ja, maar ik kan het niet doen ophalen, hè? Verdedor zal ik in trouw laten, hè, goed geweten. Maar voor u, hè, met uw aspirinekes, uw speciaal koffiekes. Ja, je bent voor mij een goede directeur geweest. Oh, ik had niet moeten schraven, natuurlijk, hè. Nee, dat had je zeker niet moeten doen. Ja. Ten meer dat ik nou vernomen heb dat u er weer gaan veranderen, hè. Oh ja? Ja. Dan kom ik terug, hè. Ja, maar dan wil je moeten nou ook geen zotkespel van maken, hè. Gewoon terugkomen. Zal niet zo gemakkelijk gaan, hè, terugkomen. Waarom wordt dat nou je zoon, hè? Het is precies dat je content bent dat ik hier weg zal zijn. Wel, nee. Hoor toch wat ik zeg, hè? Ja, horen en verstaan, hè? Bij u heb ik nog geen enkel teken gezien dat het ook maar dat doet, hè? Niks. Ja, doe maar iets. Met mijn mond. Oh ja, met wat anders? Met je hart. Wel, met mijn hart, ja. Met zijn hart. Met mijn mond, ja. Ik heb toch liever dat je nog wat snuffelt.
Ik hoor dan aan je zoon om haar plezier te doen, zeker, meneer, met zijn aspirinekes, met zijn speciaal koffertjes, met room in plaats van melk, met zijn orde die hem niet kan houden onder zijn bediende. Madame Arabel, u was gekomen voor afscheid te nemen, hè? Mm-hmm. Ah, wel, het afscheid is genomen. U kunt... Kunt gaan? Ja, wel, ja. Schoon afscheid, hè. Heel schoon afscheid. Oh. Ah, wel, ik had me voorgenomen van het u niet te zeggen, hè. Maar dan zeg ik het toch. Op deze naaieste moment zit uw bloedtagen Theo met Betty hier beneden in het café te vrijen. Nou. Het is niet waar. Dus hij is me gevonden. Als je het dus niet doet. Met zijn boos en alles in begrepen. Oh, 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 dat is een pak van mijn arts. Hè. Loopt hij dan niet naar beneden naar het café? En gaat hij hem daarna geen goede aframmeling geven? Madame Arabel, voor wat zou ik naar een jongen die een klein beetje tegenslag is en ik zou mee gaat een aframmeling gaan geven? Dat gaan een bullenbak van een vader zijn misschien. Zeg, meneer Marabel, heb ik nog nooit een directeur geweten die zijn eigen zo liet beledigen in zijn eigen bureau door een koffer, madame. Oh, ik ken er nog thuis een hele hoop, hè. Volhouden. Volhouden. Wat is tenslotte een paar jaren in zicht van eeuwigheid? Ik raad meneer de student aan van uw sito presto naar meneer zijn vader te gaan. Ja, dat zal wel moeten, ja. Ja, ja. Zeg, je kom ontzetten als het nodig is, hè. Ik ga mee. Ja. Dag, pa. Ja, maar dat wel. Hm. Moet geen schrik hebben, zo'n jongen. Betty? Ja, ik wacht alleen op een merci. Merci, Betty. En de kosten gehad? Theo heeft alles betaald. Toch goed? Oh, God. Dan zit je platzak zeker? Ja, nu wel, ja. Bij mij kan hij direct werk krijgen. Een paar granaten en een machinegeweer. Ja, een beetje veel met de vrouwelijke studenten bezig geweest, zeker, hè? Ja, maar hij kan hier altijd komen beginnen, hè? Als klasseerder. Mm-hmm. Ah ja, want die betrekking komt hij toch vrouw na het examen van klerk, hè? Want van der Duiten zijn, daar heb ik geen schrik van, hè? Maar ik zou wel graag de eerste zijn. Ja, serieus. Luister, Theo. Kom eens met de collega's door. Vanuit een bureau is gewoon beloeren. Gewoon waar hun de loer draaien. Hoe wij het met elkaar aan de stok hebben. Tot. Goed, hè. Ja. Hier zijn er een paar duizend. Ah. Mogen geef me die straks terug, hè. Ja, dat had ik al begrepen, ja. En het is ook een klein beetje de looierik uitgangen, of niet? Hè? Te weinig gemotiveerd, denk ik. Ja, te weinig gemotiveerd. Dat zie toch, ja. Dat zie toch. We moeten eens ernstig met elkaar klappen, pa. Van man tot man. Ja, ja, ja. Ben ik ook altijd heel hard voor te vinden, ja. Plezant, ja. Hè. Ja, plezant. Ze is dan ziet toch open allemaal. Ja. We doen we dat niet slecht, hè? Nee, zeker niet. Ga zeker niet. Kloon in een cirk, dat zou nog eens iets verhaal zijn, ze. Ah, daar had ik ook al aan gedacht, ja. Ja, ja. Hij zal dan zo'n beetje beter gaan volgend jaar, denk ik. Denk dat ik hem eens zal stoppen. Ja! Zit je nou op mijn kop gevallen? Zit je nou op mijn kop gevallen? Ik wil liever iets met mijn handen doen, pa. Ja, ja, ja. En dan niet genoeg dan, zeker? Loodgieter of zoiets. Ja, dat is goed. Maar kun je dat nou geloven, Alain? Daarvoor heeft hij eerst zo van zijn oren zitten maken. Ja. Wanneer heb je hem gevonden, Betty? Gisteravond. Ah, dan zit ik van de nacht nog thuis bij Juivers gaan slapen, Betty. Ja, jongen. Thee ook. Oh. Zeg, hij was uitgehongerd, zeker, Betty. Die heeft nogal wat binnengespeeld. Daarsje. De die mag erbij zijn en mij heeft hem buiten gezet. Hallo? Hallo, Germain? Ja, Groenifs. Zeg dat ik er door ben, ze verstaat er toch niks van. Ja, ja, nee, hij is er niet door, maar hij is terug. Ja, dat we hem teruggevonden hebben. Was het nu echt van schrik dat hij ondergedoken was? Van schrik natuurlijk, hè. En ga je er beginnen? Ja, natuurlijk moeten we er beginnen, hè. Niks van aantrekken. Ja, nee, ik moet er niks van aantrekken, hè. Dat me dat 70 of 80 duizend kost. Nee, dan moet ik me niet kwaad in maken, dat zal straks wel komen. Je kan misschien een andere richting kiezen. Ja, maar ik wil liever iets met mijn handen doen. Ja, ook al iedereen moest gewoon vertellen dat hem voor dokter gaat, hè.
Wat? Loodgieter zetten. Oh, zeg haar dat je knokken die buizen zal repareren. Ja, en... ik wil nee, dat doet er niet. Kun je dat? Hier, zei jongen, een tranquilizer, want je hebt het nodig. Een drankje, wat is dat? Kalmaal, jongen. Ah ja, dat zal ook kunnen gebroken. Ja, ja. Ik weet het, jongen, zo'n vraagstuk zoals die van die kolenhandelaar, als je zoiets krijgt, simpel de regel van drie toepassen. Ja, de regel van drie, Gilbert. En dat vraagstuk over die afstanden van die uren, je mocht dat nooit direct oplossen. Je moet dat kilometer per kilo. Ja, kilometer per kilo. En je opstel, geen moeilijke woorden gebruiken, jongen. Eenvoudig. Ja, alles eenvoudig, alles eenvoudig. En afschrijven als je kunt, jongen. Afschrijven, afschrijven. Durf ik niet afschraven? Nee, dat doen we niet. Het is waar, het is nu toch te laat. Ik ben in heel mijn leven nog niet zo zenuwachtig geweest. En bij mij slacht het altijd allemaal op mijn balk. Willen jullie wel eens weten wat er nu is overkomen? Willen jullie dat wel eens weten? Jongen, Darcy. Wat dan, Nicky? Ja, ik ben uit de examencommissie gezet omdat ik onbetrouwbaar ben. Dat kan niet verrassen over. Jongen, Darcy. Ja, maar wat dan, Nicky? Ga je zo overal gaan uitbazuinen nadat ik hem de vragen vooruit heb gegeven? Zee, en dat is niet waar, hè. Ik heb enkel gezegd dat ik een persoon ken, hè, die dat misschien de vragen van het examen op voorhand dan maar zou veranderen. Hè. Misschien... Nee, wel, door uw domme praten. Ik verrassen over geblameerd uit de examencommissie geweerd. De oneer. Ja, een mens kan wat tegenkomen, hè. Niks van aantrekken, jongen. Dat zal wel cool is onderblazen. Bonaventure overdrijft. Nee, Bonaventure overdrijft niet. Mijn naam is gemaakt, meneer Dox. Hé, hey, verrast er al. We moeten een arme jongen die vlak voor zijn examen staat ze opjagen en aanvallen. Straks gaat hem nog die mislukken op. Ja, dat je maar slaagt. Ik vraag mijn overplaatsing. Ik ga hier weg. Collega, jonge Dox, zijn wij gereed om ons naar het examenlokaal te begeven? Bakko, jongen, ik... Dox. Ik durf niet. Je komt achter me zitten en als ik de oplossing weet, dan... Ik klaag jullie aan, hè. Ik doe deze praktijken niet. Jij klaagt niks aan. Je laat de mensen doen. Jij bent tolerant. Jij zit hier heel stilletjes te zwijgen of ik trouw met je. Zeg, Bakko, maar ik zou toch liever eerst nog eens... Ik wilde nou eens wat weten. Zet de woorden wat open, hè. Ik ook, madame Arabel. Nou, iedereen. Ben afgedankt, hè. Op straat gesmeten. Oei, dat staat mij misschien ook nog te wachten. En wie is daar de schuld van, denkt u? Wie? Darcy, Bossé. Ik? Nog, Bossé. Met je aanvraag voor andere uren, hè? Ik zeg dat ik voor te oud ben en te ziek. Vroeg een ander ministerie. En wat doen ze? U afdanken. Ja, zeggen ze. Als die dan toch te oud is en te ziek, dan zetten we ze maar beter op pensioen, hè? En dat is mijn schuld? Ja. En madame Marabel staat het al vast? Nee, want mijn syndicaat is er tegen in opstand, hè? Staat al op de dagorde. Blijf achter uw koffiemachine. Mijn koffiemachine, hè, dat kan ik bedienen. Maar wat dat dus graafmachine betreft, hè, vraagteken. Zeg, mannen, nou heb ik wat vuizen. Hoe kan? Vernederd, in bazen van de andere collega's in het grootlokaal van het examen. Wie is er, Guillaume Dox? Ik steun ik recht, hè? Wegens de onzekerheid dat deze persoon al of niet vroegtijdig in het bezit gesteld werd van de vragen van het examen, uitgesloten van dat examen. En kon ik gaan onder luid handgeklap van 300 collega's. Niet gegeven. Nee, dat weet ik verrast over. Ik ken u toch zeker. Luister, mannetjes, er is dan niks niet meer om te doen, hè. Maar ik kan u verzekeren, jongen, dat uw strafblad zuiver zal blijven. Ze zullen het moeten bewijzen, zijn. Dank u wel, directeur. Te ver. Maar waar recht is, is recht. En ik heb gezegd, als die beslissing om jonge Dox uit te sluiten niet herroepen wordt, dan ga ik ook, want jongen heeft die vragen niet gekregen. Wegens opstandig gedrag door mijn eigen collega's, gangwachter Puttemans en Krelemans aan de deur gezet. Merci beaucoup, Bakko.